Roadmaps is een programma van LED, Limburg Economic Development, waarmee getracht wordt om ontwikkelingen van kennisinstituten, universiteit, die plaatsvinden ten behoeve van de wetenschap en het klinisch onderzoek, om die dingen die een marktpotentie hebben in feite over te dragen naar MKB-bedrijven in bij voorkeur de regio. Universiteiten die doen heel veel fundamenteel onderzoek. En fundamenteel onderzoek wil zeggen rondom cellen, moleculen, eiwitten. Maar voordat dat tot de productontwikkeling komt, ben je 5 jaar, soms wel 10 jaar verder. En wij hebben daar het geduld voor, want wij hebben een andere basis van functioneren en ook van financieren. En daarvoor is die complementariteit met het bedrijfsleven op dat moment, want je hebt wel dat onderzoek nodig om tot uiteindelijke productontwikkeling te komen, is volstrekt complementair en dat kan werken. Wat MKB Roadmap doet, is dat MKB Roadmap dat ondersteunt. Niet om de technologie verder te ontwikkelen, want dat moeten de bedrijven zelf doen, maar om de business te ontwikkelen. Wat is de markt? Wat zijn de kansen op de markt? Kunnen we een goed businessplan maken? Etcetera. Dus het resultaat van MKB Roadmap zijn in feite businessplannen. Ik ben ontzettend blij met dit project, omdat het in wezen een project is waar van onderop, vanuit het bedrijfsleven, groot en klein bedrijf, samen met de zorginstellingen gezocht wordt naar prioriteiten in hoe we nou die innovatie in life science en health aanpakken. En daar tot een stukje ideeëngeneratie komen voor nieuwe producten, nieuwe toepassingen. Maastricht Instruments heeft daar een rol in. Maastricht Instruments is een bedrijf dat zich positioneert tussen kennisinstituut en de commerciële markt. En is in feite een ontwikkelbedrijf dat de ontwikkelingen die binnen de universiteit plaatsvindt een stap verder brengt. Eigenlijk een beetje voorbereid tot marktproduct. We kunnen dankbaar gebruik maken van een ontzettend hoge dichtheid in kennisinfrastructuur. Er is bijna geen enkele regio te bedenken waar zoveel kennisinstituten dicht bij elkaar zitten. Om samen op die crossovers tussen die technologieën die innovatie te gaan stimuleren. En wat levert dat dan voor de regio op? Nou, nieuwe werkgelegenheid, nieuwe innovatieve producten. En over het algemeen zijn de producten die wij hier ontwikkelen zijn niche-marktproducten. Waarvan de productie niet zo heel snel naar China of India zal gaan. En dus zal leiden tot werkgelegenheid in de regio.